Hallo! Oh, welkom in onze tweede week in Engeland. Welkom in England. Yes, how are you? Wat zeg je nou, Walter? Ik zeg toch Engels, how are you? Wat is dat ook alweer? Hoe gaat het met je? How are you? I am fine. Het gaat goed met jou. Oh, het gaat zeker goed. We zijn uit quarantaine. Oh, gelukkig, we waren allemaal negatief. Oh, we waren negatief. Het is zo negatief, hè? Maar we waren gelukkig negatief. En we zijn op reis geweest. En weet je waar naartoe? Naar het 100 Bunderbos. Ja, dat is toch van Winnie de Poe, maar die hebben we niet gezien. Oh, maar Winnie de Poe bestaat natuurlijk niet echt. Winnie de Poe is maar een verhaal. Kijk, Bijbelverhalen zijn echt gebeurd. Maar Winnie de Poe is een soort sprookje. Maar het speelt zich af in een echt bos. In het Ashdown Forest. Ja, dat is vlak 10 minuutjes rijden van het huis van de schoonouders van Matthijs. Oh, dat was leuk, hè, Walter? Oh, we zijn overal geweest waar die verhalen zijn geschreven. Zelfs op de Winnie de Poe-brug. Oh ja, en Ratje viel in het water. Oh ja, dan moet je een stokje van de brug gooien met z'n allen. En dan kijken welk stokje het snelst onder de brug gaat. Oh, en die van Ratje die bleef vastzitten. En toen viel die in het water, maar dat gaat hij zelf wel vertellen. Oh, en volgende week gaan we, deze week gaan we naar Londen. Daar gaan we volgende week over vertellen. Gaan we op bezoek bij de koningin. De koningin? Oh ja, koningin Elisabeth, die lijkt me zo aardig een kopje thee drinken. Oh, dat weet ik niet. Die woont natuurlijk in Buckingham Palace. Dan gaan we kijken of we bij de koningin op bezoek kunnen komen. Ja, en vandaag horen we het verhaal over Petrus. Die gaat terug naar Jeruzalem, maar dan krijgt hij een beetje op zijn kop. Oh ja, krijgt hij op zijn kop? Kreeg Ratje op zijn kop? Nee, Ratje kreeg een lekkere warme handdoek om zich af te drogen. Die schrok echt van het water. Dat gaat hij zelfs wel vertellen. En dan gaan we gauw luisteren naar het verhaal. Doei! Er is een oproer in de eerste gemeente in Jeruzalem. Mensen spreken er schande van. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Ja, die Petrus. Oh, we dachten dat zo'n heilige man was. Weet je wat hij heeft gedaan? Nee, heb je het nog niet gehoord? Hij is op bezoek geweest bij heiden, bij mensen die niet besneden zijn. Hij is zelfs met hen gegeten. Ja, met heiden, Romeinen, de onderdrukkers van ons volk, heeft hij nog wel gegeten. Oh, jongen, schande is het. En hij heeft hen gedoopt in de naam van onze Heer Jezus. Nee, dat kan echt niet. Iedereen weet dat geloof alleen maar voor de Joden is. Alleen Joden kunnen gelovigen en volgelingen van Jezus zijn. Een heiden moet eerst een Jood worden, zich laten besnijden, wilde ook maar kans maken om een volgeling van Jezus te worden. En deze onbesneden mensen heeft hij gedoopt. Schande! Iedere gelovige Jood weet dat sinds Abraham, onze voorvader, God alleen een afspraak heeft gemaakt met het Joodse verbond. Het is hun God, niet de God van de heidenen. Laat staan de Romeinen. Voor ons Nederlanders is het moeilijk voor te stellen wat een schok dit voor de Joodse eerste gelovige was. Als zij in de tijd zouden kunnen reizen en zien dat Nederlandse kinderen ook in Jezus geloven en hem willen volgen, zouden ze net zo geschokt zijn. Ook wij zouden heidenen misschien wel barbaren zijn geweest in hun ogen. Voor hen was het onmogelijk te geloven dat Gods redding niet alleen voor de Joden, maar voor alle volken, ook voor de Romeinen, de Belgen, de Nederlanders was. Onmogelijk. Er wachtte een grote storm op Petrus als hij na een tijdje terugkeert in Jeruzalem. Petrus, wat heb je in hemelsnaam gedaan? Mensen zijn een oproer, ze spreken er schande van. Petrus heeft het wel verwacht. Heel geduldig vertelt hij wat hem overkomen is. Over de genezing van Aeneas in Lida en hoe hij toen gevraagd werd om in Joppe te komen. Hoe Tabitha uit de dood opstond. Over zijn droom op het dak van het laak en alle dieren. En als je niet weet waar het over gaat, moet je maar even de Henkie Show van Petrus en Cornelius van vorige week bekijken. Hoe God van hem vroeg om onreine dieren te eten en Petrus dit weigerde. De menigte knikt instemmend mee. Natuurlijk zouden ze ook weigeren. Maar dat God had gezegd, wat God rein vindt, mag jij niet onrein vinden. En dat deze droom 3 keer terugkwam. Over de 3 mannen uit Caesarea die toen voor zijn deur stonden en hem meevroegen naar Cornelius, de Romeinse hoofdman. Over de engel die bij Cornelius op bezoek was geweest en had gezegd dat Petrus daar naartoe moest gaan. Hoe hij het goede nieuws van Jezus had verteld en dat al die heidenen, die Romeinen, in andere talen waren gaan spreken. Net zoals het bij ons is gebeurd, mannenbroeders. Dat weet jullie toch nog goed? De Heilige Geest kwam ook in Cornelius en in alle andere mensen in het huis. Verbaasd luisterden gelovigen in Jeruzalem toe. En toen moest ik denken aan de woorden van onze Heer. Johannes doopt met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Cornelius en zijn mensen zijn gaan geloven in de Heer Jezus Christus, net zoals wij. En God heeft zijn Heilige Geest ook aan hen gegeven. Dan kan ik God toch niet tegenhouden?
Als de gelovigen dit allemaal horen, begrijpen ze het wonder. De redding van God gaat veel verder dan alleen het Joodse volk. Alle volken mogen deel zijn van de redding van de Heer Jezus. God is nog veel groter dan ze denken en nu zijn ze gerust. Ze danken God en ze zeggen wat geweldig. God geeft dus ook aan de andere volken de kans om een nieuw leven te beginnen en nu gered te worden. Wat een wonder. En 2000 jaar later mogen ook wij deel zijn van dat wonder. Ook wij, Nederlanders, België en alle andere volken mogen dankzij de Heer Jezus een nieuw leven beginnen en gered worden. Gods redding begon bij het Joodse volk, maar nu is het voor iedereen. Maar wie gaat al die volken bereiken? Herinner je nog Saulus, die veranderde in Paulus, die de eerste christenen vervolgde en toen blind werd bij een ontmoeting met Jezus? We gaan de komende weken meer over Paulus horen, want juist hij wordt door God geroepen om zoveel mogelijk andere volken met het goede nieuws van Jezus te bereiken. Maar daarover de volgende keer meer. Eerst horen we volgende week nog een spannend verhaal over Petrus, die in de gevangenis zit, de gevangenis van Herodes. Gaat dat goed aflopen? Dat hoor je volgende week. Wauw, dat was echt leuk zeg! Dat bos! Dat bos was leuk hè? Een ratje die in het water viel. Ja, hey, en wat is jouw favoriete Winnie de Pooh? Oh, dat is natuurlijk een tijgertje. Tijgertje. Ja, die streekt zo heel erg recht. Ja. En die Petrus hè? Ja, die Petrus kreeg op zijn kop. Oh, die deed dat niet nog. Ja, dat dachten de mensen. Ze moesten even aan wennen. Net zoals ratje aan het water. Net zoals ratje aan het water. Hey, dus we zijn in het bos geweest van Winnie de Pooh. Dat is vlakbij hier in het huis. Ja. Ashdown Forest. Want heel lang geleden was er een schrijver die heette E.E. Milne. Hoe? E.E. Milne die heeft verhalen van Winnie de Pooh geschreven. Er zijn eigenlijk twee soorten Winnie de Pooh's. Echt waar? Er is de echte originele Winnie de Pooh en er is de Disney Winnie de Pooh. Is die anders? Kijk, dit is het plekje of plaatje van de Disney Winnie de Pooh. Oh ja, die ken ik! En nu krijgen we een plaatje van de originele Winnie de Pooh. Oh, dat is echt anders met de hand getekend. Die is met de hand getekend. Dat zijn twee eigenlijk heel verschillend. Net zoals in de film, niet hetzelfde als in het boek. Nee, in het boek is het vaak anders dan in de film. En heel veel Engelsen vinden de echte Winnie de Pooh leuker. Dat is ook een museum, hè? Dat is ook een museum. Daar zijn we geweest, het Winnie de Pooh museum in een winkeltje. Heel gezellig. Ja, dat is leuk. Als je ooit naar Engeland gaat, kun je dat bezoeken. Ja, en volgende week? Volgende week gaan we naar Londen. Dat is ook heel leuk. Dat is ook heel leuk. Ik heb een leuk proefje om te laten zien. Ik heb een cola fles of een limonadefles genomen. Die heb ik afgesneden. En ik heb een pingpong tafeltennisballetje. Hé, wat denk je dat er gebeurt als je nou door dit gat gaat blazen naar dat pingpongballetje? Dan zou je misschien denken, dat gaat omhoog. Moet je kijken wat er gebeurt. Als je gaat blazen, dan gaat het helemaal niet omhoog. Je kan blazen wat je wil, maar het blijft gewoon op een hele vreemde manier vastplakken. Dat is gek. Pas als je het op zijn kop zet, valt hij eruit. Probeer maar eens. Je kan blazen wat je wil. Je denkt, nou, je blaast hem omhoog, maar de lucht gaat er overheen. Die slaat er weer op en dan blaas je hem eigenlijk gewoon weer naar beneden. En dat is eigenlijk wat ook in het verhaal van vandaag gebeurt. De gelovigen in Jeruzalem die weten het is onmogelijk. Het is onmogelijk dat een heiden ook door de Heilige Geest geblazen kan worden. Dat de Heilige Geest in een heiden kan komen, dat ook zij gedoopt kunnen worden. Het is onmogelijk. Maar weet je wat zo mooi is? Bij de Heere God is niets onmogelijk. En hij zet hun hele wereld op zijn kop. Helemaal op zijn kop. Cornelius is de eerste. Nog miljoenen, miljoenen, miljoenen gaan er volgen. Mensen uit de hele wereld die er ook bij horen. Het begint bij het Joodse volk, maar iedereen mag erbij horen. Wat een verandering in het verhaal. Hier moeten ze echt over nadenken. Het lijkt onmogelijk, maar de Heere God zet ze op hun kop. Dat is mooi. Zo, dat was leuk zeg! Wat was leuk. Nou, dat bos naar Winnie de Pooh. Winnie de Pooh, hè? Weet je, vroeger met onze kinderen gingen wij daar ook heen toen ze nog klein waren. Echt? Ja, dan zeiden we, hey, zie je daar, dat is Winnie de Pooh. En gingen ze kijken, kon ze niet zien. Nee, of daar is Tijgertje ook niet zien, hè? Nee, want het bos bestaat wel, maar ze zijn natuurlijk niet echt. Nee, Winnie de Pooh en Tijgertje en Ior zijn natuurlijk niet allemaal echt. Zijn niet echt. Nee, niet echt. Bijbelverhalen wel, toch? Bijbelverhalen wel. Ja, over Petrus. Over Petrus. En hoe gaat het met je vandaag? Hoe doe je? Nou, over het heimwee. Oh, dat moet je niet zeggen. Ik had heimwee. Oh, sorry. Had ik niet moeten zeggen. Nee, ik wil terug naar Nederland. Maar het is wel leuk op vakantie. Ik heb toch heimwee. Hé, hey, maar wie slaap je in de kamer?
Hey Henkie. En hoe is dat? Ja, is heel erg leuk. Oh, gelukkig. Ja, ook zie je doet afleiding, hè? Dat is afleiding. Dat herwerkt. Afleiding. Hé, maar vertel, hoe is het met Henk? Ja, die doet grapjes. Ja, en snurkt hij? Nee. Hé, en weet je, volgende week gaan we ook iets leuks doen. Wat dan? Dan gaan we naar Londen. Naar Londen? Is dat leuk? Dat is leuk. Ik ben benieuwd. Ik heb nog steeds heimwee. Ja. De ommuurde stad in Hongkong, waar Jackie Pullinger nu werkte, was een vreselijke plaats. Er waren winkels die alles verkochten. Naast een tweedehands winkel was er een winkel die eten verkocht. Maar ook winkels waar drugs werden verkocht. En zelfs winkels waar kinderen als een soort van slaven, als dienstknecht werden verkocht. Ouders die niet meer voor hun kinderen konden zorgen, brachten hun kinderen naar deze winkel. Daar kregen ze wat geld en de kinderen die werden dan verkocht om te gaan werken. De meeste van de kinderen in de ommuurde stad maakten nooit hun school af. Veel van hen die werden boef. Ze gingen drugs verkopen of gingen zelf drugs gebruiken. Jackie wist dat de Heere God heel veel van deze mensen hield. Maar ze wist niet goed wat ze moest doen. Dus ze besloot naast haar werk als lerares zelfs ook maar een winkel te huren. En maakte hier een clubruimte van voor jonge mensen. Een soort jeugdclub waar je kon tafeltennissen en spelletjes doen. En na afloop vertelde ze dan de jongens en de meiden over de Heere God. En hoewel ze het allemaal leuke dingen bedacht en zoveel mogelijk over de Heere Jezus wilde vertellen, leken de kinderen en de jongeren niet te willen luisteren. Een jaar lang hield ze club en een jaar lang vertelden ze elke keer over het goede nieuws van de Heere God. Maar er leek niks te gebeuren. De jongens en de meiden vonden de club heel leuk, maar van het evangelie wilden ze niks weten. Toen begreep Jackie iets belangrijks. Ze kon maar heel veel vertellen over de Heere Jezus, maar de Heere Jezus zelf moest hun harten openen. Dus begon ze elke ochtend te bidden voor alle jongeren die naar haar club kwamen. Heere God, u kent al deze jongens en meisjes. U weet wat voor moeilijkheden ze in hun leven hebben. Hoe donker en zwaar hun levens zijn. Wilt u hun laten zien dat u echt van hen houdt? Dat u echt bestaat en dat u de waarheid bent? Zo bad ze elke ochtend voor al deze kinderen. Toen op een dag vond ze een jonge man buiten de deur van de club. Hij droeg een speciale hoofdband, zodat iedereen kon zien dat hij bij een gevaarlijke bende in de ommuurde stad hoorde. De 14K-bende. Er waren allemaal verschillende bendes in de ommuurde stad die drugs verkochten, soms zelfs mensen doden en veel met elkaar vochten. En deze jonge man, Christopher, had gevochten met een andere bende en nu was hij zwaar gewond. En Jackie beschermde hem totdat hij weer beter was en liet hem daarna weer gaan, terug naar zijn eigen bende, de 14K. En ze wist niet of ze Christopher ooit nog een keer zou zien, maar elke ochtend bad ze nu ook voor hem. En toen, zomaar op een dag, kwam Christopher terug naar de jeugdclub. Hij kwam met een vraag: waarom doe je wat je doet? Jackie begon te glimlachen. Ik doe het omdat Jezus echt om mensen geeft. Ik doe dit namens Jezus. Ik mag zijn handen, zijn voeten en zijn glimlach zijn. En ze nam Christopher mee naar een rustige plek en vroeg hem: weet je nog hoe je t-shirt eruit zag op de avond dat je zo gewond was? Ja, het was helemaal bebloed. En weet je nog wat je toen gedaan hebt? Je hebt je bebloede t-shirt uitgedaan en een nieuw t-shirt aangedaan. Christopher, dit is wat Jezus met je hart wil doen. Hij wil je hart dat vol is met verkeerde dingen uitdoen en je een nieuw schoon hart geven. Die dag gaf Christopher zijn hart aan Jezus en kreeg hij een nieuw hart. En kort daarna kwamen er nog meer jongeren die in Jezus begonnen te geloven en zijn volgelingen werden. Jackie kon voor hen bidden en over Jezus vertellen. Maar alleen Jezus kon hen veranderen en hen een nieuw hart geven. Dat had Jackie nu wel ontdekt. Mooie dingen gebeurden, tot op een dag de hele jeugdclub 's nachts kapot werd gemaakt. Waarom dat gebeurde en hoe het toch goed uitpakte, dat horen we de volgende keer. Toch, dat ze zo'n bebloede jongen durft te helpen. Een bendeleider, zo toch. Die Jackie die durft echt veel als zendelingen, toch. Ik dacht dat zendelingen hele andere dingen deden, toch. Ik vind het echt dapper, toch. Zo, dat was leuk. In het bos. Tijgertje niet gezien. Nee, maar wel het Winnie de Pooh Museum. Ja, dat is een Winnie de Pooh Café met een Winnie de Pooh Museum. Daar zijn we geweest. Zo, bijna iets gekocht. Ja? Maar ze had het niet. Wat had je bijna gekocht? Wortjestaart natuurlijk, maar ik hoef niet te komen. Nee, want er is heel veel wortjestaart hier in Engeland. Dat heet carrot cake. Carrot cake, heel goed. Ja, vind ik echt lekker. En volgende week naar Londen, toch? Volgende week gaan we naar Londen. Oh ja, ga kijken of ik daar carrot cake kan vinden. Nou, leuk. Ik vind Engeland echt leuk. Zo in het 100 Bunderbos, oftewel de 100 Acre Woods met Winnie de Pooh. En dan volgende week naar Londen. Nou, in het bos hebben wij geen dieren gezien. Hè? Maar je zal toch maar in het bos lopen en in één keer een leeuw tegenkomen. Een leeuw, Walter. Oh ja, een leeuw. En dan ga je heel hard gillen en dan ren je heel hard weg. En die leeuw die rent dan achter je aan. En dan ren je nog harder weg en dan rent hij achter je aan. Weet je wat die leeuw dan doet?
Nou, eet hij op. Nee, dan zegt hij, Tiki, jij bent hem. Ho, 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 ho. Oh, wat, dat vind ik echt een hele flauwe mop. Oh ja, ik wou met het Engels zeggen, maar dat is te ingewikkeld. We gaan gauw volgende week verder. Doei. En, heb je het gehoord? Ik ben in het water gevallen. Ja, op de Winnie de Poebrug. Ze zeiden, gooi je stokje in het water. En toen kreeg ik van iemand een duw en misschien wel van Truus, ik zag het niet. En toen viel ik in het water. Ja, net zoals Ior in het verhaal van Winnie de Poe lag ik daar in die rivier. Matthijs, help mij! Gelukkig heeft hij me gered. Ja, oh, ik was zo nat. Al mijn haren waren nat. Ik heb in de föhn onder de föhn gezeten. Oh, en toen ik thuis kwam was het heel erg lief. Oh, toen kreeg ik een extra stukje kaas. Ja, oh, gelukkig. Oh, kaas maakt alles goed.